Verschillende DNA-leden hebben gisteren tijdens de openbare vergadering hun bezorgdheid geuit over de Brokopondo-overeenkomst. Zo is er gevraagd of deze overeenkomst die betrekking heeft op de afspraken die Suriname en Suralco in 1958 hebben gemaakt, nog steeds bestaat, ondanks dat Suralco ons land heeft verlaten en daarmee deze overeenkomst heeft beëindigd. DNA-voorzitter Jenny Simons plaatste na alle redenvoeringen de feiten op een rij. Zo gaf ze aan dat het hele parlement achter het besluit staat dat in 2015 is genomen. Er zijn toen aanbevelingen naar de regering gestuurd. Eindiging van de Brokopondo-overeenkomst. Indien op 30 november 2015 de aluinaardeproductie, na eerder de aluminiumproductie, de facto ophoudt, betekent dat een de facto beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst door Suralco. Volgens de Brokopondo-overeenkomst moet het parlement de jure vaststellen dat de Brokopondo-overeenkomst door Suralco is beëindigd. En dan stond er de directe gevolgen van de beëindiging. De hier genoemde gevolgen zijn geen punten van onderhandeling, omdat ze zijn vastgelegd in de Brokopondo-overeenkomst. Verdere bestudering zou nog andere directe gevolgen kunnen opleveren. A. Het waterkrachtwerk dient om niet in goed functionerende toestand te worden overgedragen. Overeenkomstig artikel 1 lid 15 van de Brokopondo-overeenkomst zal aan het eind van de looptijd van deze overeenkomst Suralco aan Suriname om niet het waterkrachtwerk in goed functionerende toestand overdragen. Simons gaf verder aan dat een andere aanbeveling was dat de rechten die aan de Suralco verleend waren komen te vervallen. Na de samenvatting van Simons vroeg de regering een schorsing aan. Hierna ging minister Regilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen in op de vragen en opmerkingen van het parlement. U hoort ook de leden Gregory Rusland en André Misikaba. Voor wat betreft de status van de commissie. De commissie heeft een specifieke opdracht gehad om te onderhandelen met de Alcoa. En de commissie kan geen besluiten op zichzelf nemen. Het is zo dat wat de commissie heeft besproken, heeft onderhandeld, heeft kunnen weten, eruit te kunnen slepen en het is vervat in hun verslag, dat dat met de regering wordt doorgepraat en dat dat geformuleerd wordt richting de Nationale Assemblée. Aanzien van de energiesituatie, de dam, wij geven wel aan als de Brokopondo-overeenkomst eindigt, dan betekent het dat die dam in Surinaamse handen komt. Het kan best zo zijn dat de partner, en ik zeg dit niet zomaar, ik geef aan dat de zaak toch wel heel goed en nauwkeurig bekeken moet worden, dat de partner daar niet van uitgaat en misschien al bezig is met andere plannen met betrekking tot dus de energie die afkomstig is vanuit Afobaka. Dus ik wil speciale aandacht daarvoor vragen. Laat mij de hoop uitspreken dat we inderdaad tussen vandaag en het andere moment dat we bij elkaar gaan komen om deze zaak te bespreken in de landsvergaderzaal, dat er rustig met elkaar wordt gewerkt. Want we moeten concluderen dat als dat het geval was geweest tussen 30 november en vandaag, dat we gewoon rustig met elkaar hadden gewerkt, de regering en parlement, de presidentiële commissie, dat er gewoon op een rustige manier informatie wat was uitgewisseld, dan waren we misschien in een iets andersoortige sfeer hier, voorzitter. Dus we lasting, kostbare tijd. En ik doe een beroep dus op de regering, op de commissie, op alles vanuit de regering die hiermee bezig is om rustig met het parlement te werken. De fractieleider van de NDP, André Misikaba, hij liet een waarschuwend geluid richting Alcoa gaan, namelijk dat ze niet moet sollen met de belangen van het land. Volgens hem is Alcoa een internationaal genoteerd bedrijf dat ten alle tijde correct moet blijven. De vergadering over de kwestie Alcoa is verdaagd naar 26 januari.